Nou, dan ga ik beginnen, want ik heb veel om te laten zien. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij deze live in de groep van Doe Ding. Ik mag jullie vanavond de nieuwe release van Carlijn Design laten zien. Die ligt sinds gisteren in de winkel. En ik heb al een paar dingetjes gemaakt en ik ga straks nog even een kaartje maken. En ik ga jullie alles even laten zien. Als eerste de Surprise snijmol. En die bestaat dan uit het woord en uit een schaduw die erachter past. Dus ik heb hem al losgehaald, want ik heb al dingetjes voorbereid. En dan ook zo'n leuke, ja, waar zie je die ook wel eens in, van die tekenfilmpjes ook wel, hè? Dus dat is de snijmallen surprise. Dan hebben we weer een cijfer, de 6 en de 9 dit keer. Die komt bij elke release, daar komt er een cijfer uit. Dan hebben we een hele leuke set. Even kijken, die heet Slimline cadeaus. Dus dan heb je hier zo'n hele grote, zitten ook snijmallen bij. Zit er hier zo'n hele mooie grote stempel, die kun je mooi inkleuren. Met bijpassende snijmallen. Clowntje taart cadeautjes. Nou, helemaal leuk. Dan hebben we... snijmallen slimline kaart 7 plus envelop. Dat is er zo eentje met van die zonnestralen. Dat is heel leuk. Dus die snij je dan helemaal los uit in stukjes. En dan kun je het weer terugplaatsen op de kaart. En dan zit er een snijmal bij voor een slimline envelop. Dan hebben we een setje met leuke post. Ja, leuke post voor je verjaardag, echte post, feestje, happy mail, even kijken hoor, feestje in je brievenbus, leuke goodies, confetti. Nou, je kunt allemaal weer leuke tekstjes erbij doen, hè. Zijn we van Carlijn gewend. En die heeft dus ook bijpassende snijmallen met leuke post. Dus die postzegel, daar zit de stans bij en bij die teksten ook. En dan kun je hier nog een soort postkaart van maken. Even kijken, als er vragen zijn, dan hoor ik het wel, hè? Ik zit eigenlijk helemaal niet op te letten. Dan hebben we een setje met stempels Sinterklaas en snijmallen Sinterklaas. Nou, daar heb ik al voorbeelden mee gemaakt, dus die ga ik daar aan jullie laten zien. Nou, wie zoet is, krijgt lekker. 5 december, pakjesavond Sinterklaas. Hier een grotere Sinterklaas, ook weer zo'n leuke... stempel met een cadeautjes op een rijtje. En die hebben dus ook bijpassende snijmallen. En dan kun je ook nog een mijter en een schoentje en een staf en een pietenmuts zitten bij. Dan heb ik daar voorbeeldjes mee. En ik heb alle linken heb ik gedeeld boven in het filmpje. Dus dan kunnen jullie alles terugvinden naar de webwinkel. Dan hebben we stempels cadeaubon, ook een hele mooie set, te goed, bon cadeaukaart, in dichte letters en in open letters. Nou ja, je kunt weer van allemaal verschillende zinnetjes maken en voor gelegenheden. Ik zie moeder, vader, zus, broer, bonuszoon, bonusdochter kun je maken, bioscoop, terrasje, shoppen, nou noem het maar op, alles zit er weer bij. En dan hebben we ook... snijmallen cadeau plus envelop. Dus dan kun je zo'n envelopje kun je uitstansen. En dan zitten er ook 2 van die dingetjes bij. Zodat je een cadeaukaart erin kunt klemmen. En je kunt er ook nog een cadeaukaart zelf van maken. Eurotekentje, dollartekentje. Nou, allemaal heel uitgebreid. Zoals we van Carlijn gewend zijn. Dan hebben we een alfabet. Heel mooi maatje. En die heet Alfabet Chocoladeletters. Nou, dat is toepasselijk in deze tijd. En er zitten ook cijfers bij. Dus dan heb je en letters en cijfers. Die heb ik ook al gebruikt, dus die kan ik ook aan jullie laten zien dadelijk. En dan hebben we weer zo'n leuke stencil. Die je dan om moet draaien. En dan krijg je dit patroon. En deze ga ik zo gebruiken op een kaart. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik al gemaakt had. Ik was al een beetje in de Sinterklaasstemming.
Dan heb ik dit gemaakt. Dit is de grootste slimline van de champagne set. Die kennen jullie misschien nog wel. Is van een release terug, denk ik. Of misschien al eentje verder terug. En dit zijn dus de... Nou, wie zoet is krijgt lekker. Ze hebben dus uit de Sinterklaas set gehaald. Deze silhouetjes, die zijn van Marianne Design. Die zijn niet van Carlijn, maar die waren er wel leuk bij om te gebruiken. En dit zijn dus die letters. Groeten en dan de Sinterklaasmal. Zit ik goed in beeld? Ja, ik zit goed in beeld. Nou, dan heb ik hier twee theezakjes. En zo'n chocoladelolie. En gevulde speculaas. Nou, ik heb hem een beetje opgevuld, want hij was net iets te ruim. Dus ik heb twee keer die slimline uitgestanst en hier op elkaar geplakt. En een beetje zo eromheen gerild. Maar toen was hij een klein beetje te groot. Dus dan heb ik dit erbij gedaan. En dan blijft het allemaal mooi precies vastzitten. Dus dit is een Sint cadeautje. En dan heb ik hier zo'n grote chocolademunt een beetje aangekleed. Ook weer met die leuke Sinterklaasmal. Groetjes Sinterklaas en Pieter. Nou, er zit ook een mijtertje bij in de staf. En dit is dus dat Pietermutsje. En die tag is van Marianne Design. Dus die heb ik daar even van gebruikt. Dus dat is ook weer leuk. Leuk klein cadeautje. En dan heb ik nog een doosje gemaakt. Doosje van Sinterklaas. Nou, dit zijn dus het alfabet met ook de schaduwmal erachter. Ik had hier alleen de letters gebruikt, anders werd het te groot. En hier is dus met de schaduwmal erachter. Nou, er zit ook een schoentje bij met een wortel. En dan... Ja, de thee die is van Holland en Bennett, zei Marloes. Maar die was uitverkocht. Ze had nog gekeken, maar hij was nu uitverkocht. Kijk, en dan heb ik hier een doosje met... Kijken of ik hem een beetje goed open krijg. Met allemaal lekkere dingetjes. En dit is dus die cadeaukaart. Heb ik zo even gemaakt. Ook weer met de cijfers uit de chocoladeletterset. En dit is uit die cadeaukaartset. Dus daar kun je dan gewoon iets in doen. Kleinigheidje. En dan komt de wikkel kan er weer omheen. Dus dit had ik allemaal al gemaakt ter inspiratie. Hier aan de kant. En dan wou ik nog iets aan jullie laten zien. Die is al wel flink gebruikt. Dat is een de papierlijn van Masterpiece. Speciaal Sinterklaaspapier. Die heb ik allemaal gebruikt voor die Sinterklaas knutselwerkjes. En nou ja, zoals jullie zien, is hier heel veel meer van over. De achterkant heeft ook een leuk patroontje. Ik zal het heel even laten zien wat er ook een beetje van over is. En die heeft dan aan twee kanten zijn ze gedrukt. En die hebben dan van die hele leuke gezellige patroontjes. Dus die heb ik een beetje ook met tekst. Twee met tekst volgens mij. Cadeautjes. En dan nog, die hadden we al. Dus dat is er nog een beetje van over. Die wil ik jullie ook nog laten zien. En dan ga ik even een beetje plek maken. Even kijken. Want dan wilde ik nu iets met stencil gaan doen. En met de verzoeken. Met de leuke postzet. Zo, leg de rest even aan de kant. Okay. Kijk, want dit is net zoals dat confetti stempel. Slimline, dus geen stempel, slimline. Stencil.
als je hem draait, dan krijg je dus een ander patroontje. En dat is bij deze ook. Dus dat gaan we nou even uitproberen. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd. Dus... dan pak ik even mijn knoeimat erbij. En een stuk sticky grip. Kijken of die nog een beetje wil plakken. En ik had al een slimline uitgestanst. Dat is de grootste uit de champagne set van Carlijn. Kijk, en dan leg ik hem eerst zo neer. Ga ik hem wel even vastzetten met tapeje. En dan heb ik hele frisse kleurtjes uitgezocht. Een beetje knalkleurtjes. En dan ga ik even kijken of dat leuk is als ik dan met twee verschillende kleuren doe. Ik denk het wel. En dan ga ik even kijken of er nog genoeg inkt op zit. Want dan hoef ik eigenlijk niet gelijk nieuw te pakken. Ik denk dat het nog wel gaat. En dan oranje erbij. Die mag wel iets meer hebben. Loshalen. Even kijken, heb ik al iets gemist? Nee, hè? Denk ik niet. Kijk, dit is dan als je hem één keer blendt. Maar als je nou dadelijk omdraait, moet ik eerst even poetsen. Dan leg ik het kaartje even weg als hij dadelijk. Zo. Dan ga ik heel even kijken hoe ik hem nou had liggen. Als ik hem al goed gepoetst heb.
Kijk, dan moet ik even kijken of ik hem nou zo moet draaien. Of zo. Dat weet ik al nooit. Ik denk zo. Kijk, want dan kun je hem dus zo neerleggen. Dat hij de andere bolletjes niet raakt. En dan kun je dus nog... Ja, wel, hier weer wel. Wacht even. Ik vind hem toch zo. Of hebben sommigen een beetje overlap? Ja, volgens mij hebben sommigen dan wel een beetje overlap. Zo. Dames, zijn jullie er nog of lopen de opmerkingen vast? Want ik zie helemaal niks nieuws komen. Kijk, en dan pak ik nu groen en geel erbij. Oh ja, jullie zijn er nog. Ja, nou helemaal goed. Dat wilde ik maar even weten. Nee, ik ga niet met de slimline envelop aan de slag, Sandra. Zo, kijk, dan haal ik hem eraf. Dan is het altijd een verrassing wat eruit komt. Kijk, dat is toch superleuk. Dan heb je toch een leuk achtergrondje. Het is echt een heel leuk effect zo met die dubbele manier van blenden. Nou, ik ga het even poetsen. Ja, jullie zijn er nog, hè? Ja, ik zie het. Leuk. Ik dacht even checken, want het was zo lang stil. Zo, deze kan nog even poetsen. Kijk, en deze bewaar ik dan gewoon, die achterkant. Want dan kan ik mooi kijken hoe ik het nou precies neer moet leggen. Altijd handig om even te spieken. Zo, even goed poetsen. Ik kan even meten hoor, Sandra. Wil je dan alleen de envelop weten? Of ook de snijmel? Dan zoek ik hem er even bij.
Ik denk dat mijn liniaal te kort is, die ik hier heb. Misschien staat het erop. Even kijken. Staat het erop? Ja, de envelop is 11 bij 21,5. Ja. En dan is de mal is, ja, iets meer, 21, bijna 21, 20,8 of zo bij 10,4. Maar dat staat erop, dat staat hier achter erop, hoe groot die is. En nou heb ik die malletjes van de surprise heb ik al uitgestanst. Even kijken. Ik dacht, dan is het leuk om drie keer zo die dingetjes te doen. Die ga ik dan wel even blenden. Dus dan zoek ik wel kleurtjes uit dat het een heel klein beetje overeenkomt. Anders wordt het helemaal zo'n bont kermis. Die heb ik vandaag ook nodig. Dus ik heel even aan de kant. De envelop die is, dat zeg ik nou, 21,5 bij 11. Als je hem uitstanst en je vouwt hem en je plakt hem met elkaar. Nou, deze ga ik lekker fel blenden. Het is eigenlijk gewoon zo donker mogelijk. En dan heb ik hier al een, even mijn vingers poetsen, want het is alles roze dadelijk. Dan heb ik hier al een stukje papier een beetje op maat geknipt van de surprise slijmbal. En die ga ik dan iets lichter blenden. Dan kan ik hem dadelijk gekleurd en wel uitstansen. Want als ik hem eerst uitstans en ik ga dan nog kleuren, dan ben ik bang dat ik het helemaal... dat ik hem beschadig, omdat het een vrij gedetailleerde mal is. Dus die doe ik dan iets lichter. Nou, kijk naar het tweede kleurtje. Dit is Picked Raspberry, Patricia. Nou, dan doe ik de tweede blok geel, denk ik, want die zit er ongeveer een beetje in het midden. Dit is Squeeze Lemonade, doe ik ook weer lekker fel. Even kijken dat ik geen roze aan mijn handen heb, anders dan zo.
kijken of het leuk is. Ja, dan doe ik denk de onderste oranje. En dan het papiertje, waar ik de surprise uit ga snijden. Dat doe ik dan weer iets lichter. En ik moet eigenlijk ook nog even het geel doen, maar dat ben ik net vergeten. Zo. Even kijken, dan schrijf ik geel, hè? Geel, 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 deze van haar geel. Zo. Zo, die komt dadelijk. Even een keertje poetsen. Kijk, dan komt het er al zo uit te zien. Lekker fel en vrolijk. Nou, dan zit er dus ook zo'n schaduw malletje bij. Die had ik in het wit gedaan, maar misschien is het zwart ook wel leuk. Dan ga ik daar even kijken wat leuker is. Dan ga ik eerst even die surprise uitstansen. Kijken of hij iets goed gedaan heeft. Ja. Altijd opletten dat je de punt niet kwijtraakt van de i. Zo. Blijf dan mooi even een beetje plakken op dat keukenpapiertje. Dus leg ik even aan de kant.
oranje. Zijn er vragen ondertussen, dames, of niet? Jullie zijn zo stilletjes. Even kijken. En dan nog de gele. Kijk, daar gaat al het punt van het uitroepteken. Zo. En dan had ik die al drie keer uitgestanst van tevoren. Ik denk dat is leuk om het, als ik er nou twee op elkaar plak, dan krijgt hij net iets meer diepte dan het eentje. Dus dan pak ik even mijn lijmpje. Dan moet ik natuurlijk wel de stukje bij de eten uithalen. Daar is het zo'n fijn lijmpje met dat puntje erop. En dan ga ik die bovenop plakken. Als het goed is, kan ik hem nog wel een beetje verschuiven. En dan heeft het daar net iets meer. En ik denk dat ik het gewoon op wit doe. Want ik heb verder helemaal geen zwart. Dus. Dus dan pak ik die schaduwmal erbij. En dan kan die hier mooi op. Zo. Zo. Inclusief het uitroepteken.
Even kijken, dit is het puntje van de i. Dacht ik. Oh, ik wou zeggen, ik ben mijn puntje van het uitroepteken al kwijt, maar die zit nog op de... Dan kan je wel even kijken hoe die moet. Zo, met de smalle kant naar beneden. Zo, nu gaat het vallen. Ik ga heel even mijn licht een tandje lichter zetten. Kijken of het dan beter wordt. Ik zie bij mezelf op het scherm helemaal niet wat ik aan het doen ben. Moeten jullie zomaar even zeggen of het zo beter is? Of dat hij weer een tandje feller moet? Mij is het zo beter. Die doen we hier. Dan ben ik volgens mij toch het puntje van het uitroepteken kwijt. Oh nee, hij ligt hieronder. En hier had ik hem, dacht ik ook nog ergens. Ja. Het is wel heel in de mini. Is het nu te donker of niet? Ik heb hem één tandje teruggezet. Kijk, dan is deze al klaar. Die kan dan hierop. Oh, dat is wel leuk, ja. Dan gaan we verder met de roze. Ja, dit is wel even een beetje gepriegel inderdaad. Je zou er ook nog van die dubbelzijdige tape achter kunnen doen. Hè? Dus dat je eerst tape erachter doet en dat je hem dan door de stansmachine heen haalt. Dan hoef je niet te lijmen. Dus dat is misschien nog een tip als je daar een beetje handig mee bent.
Nou, die kan dan ook weer op die schaduwmol. Ja, Renske, meestal doe ik een stukje keukenrol onder. Omdat hij dan meestal iets beter, dan heeft hij iets meer druk. Dus dan staan zeker die gedetailleerde mallen, die staan er iets beter uit. En als je ook nog een mal hebt die ook nog embost, dan heb je hem ook gelijk geëmbost. Maar je moet het niet te dik doen, want dan als je echt te veel weerstand krijgt, dan moet je niet doordraaien. Want dan zou je je stansmachine kapot maken. Dus. En die kleine onderdeeltjes die blijven dan meestal hangen in de keukenrol. Dus die raak je dan niet zo snel kwijt. Dus daar is dan ook wel handig voor. Doe ik nou goed, ja. Graag gedaan, Renske. Zo, en dan de puntjes nog. Gaan het uitteken. En dan gaan we daar nog door naar de oranje. Kost best nog veel tijd iets. Ik had er al wel best eentje vooraf kunnen maken, denk ik. Nee, bijna klaar. Ik denk dat doe ik even na. Zo. Die kan op de roze. Deze zijn klaar. Deze ook. Deze ook. Dan houden we deze nog over.
Om te embossen bedoel je, Sandra? Voor extra druk. Nou, nog één punt en nog één uitroepteken, dames. Dan is het klaar. Oh, wacht. Hoe heet nou? Een uitroepteken weg, ja. Zo. Ja, dat kan ook, Sandra. Dat is maar net wat je zelf fijn vindt, hè. Zo zal iedereen wel een beetje trucjes hebben. Nou, nog vier puntjes, dames. Dan is het ergste gefriemel gedaan. Als ik dat nog had geweten, dan had ik al van tevoren eentje gemaakt. Compleet. Het is nou niet zo heel leuk om naar te kijken. Oh. Even kijken, bij jouw machine, Sandra, bedoel je of? Zo, nou, dat was meer werk dan ik had gedacht. Maar gelukkig zijn jullie er nog.
de lijm dicht. Kijk, en dan komt er dan ongeveer zo uit te zien, dacht ik. Laat ik ze zo een beetje verspringen. En nou dacht ik, misschien is het leuk om er dan weer onder te doen. De stempel met Happy Mail. Dat we die dan hier doen. En misschien doen we een ander tekstje. Maar dan kijken we daar ook wel eventjes. En dan ga ik die denk ik in het groen stempelen. Dan komt het groen ook nog een keertje terug. Heel even zoeken. Waar het hier. Even kijken hoor. Ja, volgens mij bij mijn grote, bij mijn Big Shot zat volgens mij wel zo'n matje, maar dat weet ik niet meer waar dat is. Ben ik kwijt. En bij die Sidekick weet ik het eigenlijk niet. Maar ja, zo gaat het ook dus. Even kijken, pakken we een wilkartonnetje. Even de goede kant boven. Zo. En mijn stempel ook. En dan doen we die stempel doen we in het groen. Even kijken of hij hem pakt, want hij is nieuw. Oh, dat is wel goed. Nog even een keertje hier in het midden een beetje. Afdruk. Moet wel heel even drogen. Zo. Misschien doe ik ook gelijk pas, want ik vind het wel leuk om er nog een zinnetje onder te zetten. Wat hebben we allemaal? Heb je mail in je brievenbus? Dat is misschien leuk. Of heb je mail in plaats van een saai appje? Is ook leuk. Dan doen we die. Ja, ligt Sticky Grid op Chantal inderdaad. Dan hoef je niet met de magneet te werken. Even kijken hoor. Moet hij nou? Zo. In plaats van een zij-appje. Kijken of hij het ook zo mooi doet. Vast wel. Ja, helemaal goed. Die mag hij nog wel een beetje. Ja, dan zit hij ook even drogen. Even poetsen.
Wij doen een ding, Chantal. Kun je een sticky grid kopen? Ik denk dat het staat bij stempelaccessoires, maar dat weet ik niet zeker. Of bij diverse. Ik heb die link niet opgezocht volgens mij. Kijk, dan heeft die Happy Mail, die heeft een mooi snijmalletje. Dus die ga ik er even tussenuit halen. De rest doe ik wel een ander keertje. Nou, je hebt verschillende maten, Mieke. Dit is volgens mij A5. En volgens mij heb je ook nog kleiner. En er zitten, dacht ik, 5 velletjes in een verpakking. En het is echt heel handig als je dus inderdaad voor je stempel hulp of als je veel met stencils werkt, is het heel handig. Even kijken of die droog is. Volgens mij wel. Nou, zet ik die wel even vast met een tapeje. Als ik het... Oh, ik heb hier nog gewacht. Kijk, hier kan er dan weer onder dadelijk. En dan doen we dat tekstje doen we ook nog even uitstansen. Even kijken. Misschien wel deze. Is te klein. Zo. Nou, dan gaan we met elkaar zitten. Doe ik hier sowieso even 3D tape onder.
En onder deze ook. Onder de Happy Mail. En dan doe ik hier 3D tape onder. Komt hij net wat meer uit zo. En hier nog. En dan zijn we er bijna. Zo. Ik denk dat ik eerst even de kaart op de basis plak. Dan hebben we dat maar gehad. Die had ik al op maat gemaakt. Hier even een stukje scoretape onder. Deze ook. En dan deze nog. Nou, het lijkt wel een beetje verspringen. Dat is wel leuk dat het niet allemaal zo ze niet allemaal gelijk zitten. Ja, het is erg fel, maar het is op zich wel gezellig, ja. Ik denk eens een keer wat anders, hè.
Ja, doe deze weer een beetje zo scheef. En dan had ik hier nog die andere. Die doe ik dan wel netjes recht. Zo. Even kijken dat die netjes recht ligt. Zo. Zo, nou dan is die klaar. En dan hebben we nog de Sinterklaas dingetjes. Zal ik er nog even bij leggen. Even kijken hoor. En deze. Oké. En dan hebben we nog een doosje. Past er niet op. Zo. En dan hoop ik dat ik jullie wat ideetjes heb gegeven met de nieuwe release van Kalijn. Zijn er nog vragen? Of was het allemaal duidelijk? Nou, ik zie volgens mij geen vragen. Hè? Even kijken of ik iets gemist heb. Volgens mij niet. Nou, dan ga ik hem afsluiten, dames. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.